Dit programma wordt je aangeboden door Multi Sportcard. Sporten voor maar 9,95 per maand. Hi, welkom bij de tweede aflevering van The Shark Award. Vorige week waren we bij Bram Nuiting die de beste Boy Band Boy Award had gewonnen. Deze week een nieuwe Shark Award die Bram in het leven heeft geroepen aan een oud collegaatje en hele goede vriend van hem, Nick van der Velde. We zijn vandaag ook bij NEC in Nijmegen en we gaan Nick even verrassen. Hey man. Alles goed? Goed lekker man, met jou. En las ik nou of zag ik nou dat je Man of the Match was geworden? Of, ja, klopt. Ja? Klopt. Ja, ik was gekozen door de supporters. Ja, dat is voetbal humor, hè. Ja, dat houden we wel in, zeker. Okay. Ja. Je had de laatste maanden ben je eigenlijk een beetje aan het revalideren, want je had zware blessures. Ja, klopt. Ik heb aan het begin van 2012, dat er net zeg maar de competitie begon, kreeg ik last van een liesbreuk, zeg maar. Ik ben nu eigenlijk dat ik nu pas echt op mijn top zit. Terug op jouw niveau. Ja, ja. Hey, even een vraagje. Weet jij bij welke club Nick van der Velde in 1 jaar zowel landskampioen werd als de Johan Cruijffschaal heeft gewonnen? Is dat FC Twente, Ajax of AZ? Klik op jouw juiste antwoord en misschien maak je dan kans op een maand lang gratis sporten bij Multisportcard. Hey, en wat heb je eigenlijk met 23? Ja, dat speelt al langer in mijn leven. Ik ging van Dordrecht naar AZ toe. En toen wilde ik een rugnummer 23 dragen. We werden ook nog landskampioen. En we pakten de Johan Cruijffschaal. En sindsdien eigenlijk loopt het als een rode draad door mijn leven. Ja, ik vind het gewoon een fantastisch nummer. En, ja, want ik was vorige week bij een oud ploeggenootje van je. Bram Nuiting. Ja, hij heeft me doorgestuurd naar jou toe om een award aan jou uit te reiken. Oké, en dat is? Ja, precies. Maar ik vraag me af, wat is nou eigenlijk jouw band met Bram Nuiting? Nou, ik speel nu 1,5 jaar hier, dus ik heb hem een jaartje meegemaakt. Het staat hetzelfde als ik in het leven, veel humor, veel lol en dat hebben we ook echt gehad. En, ik denk dat die band was gewoon heel goed. We gingen heel goed met elkaar om naast het voetbal. En als er wat lol te beleven viel, was het meestal dat wij twee het creëren hier. Ja, dat is wel mooi. Ik heb nog een videoboodschap van hem, dat wil ik even laten zien. Oh ja. Ja. Hi Petje. Dankjewel. Nou, ik heb hier Bram voor jou. Hey Nicky jongen. Deze week heb ik een nieuwe Shaak Award voor je uitgeroepen. Je noemt altijd, echt altijd iedereen Shaki. Je loopt altijd de ouwe hoeren tegen iedereen. Dus deze week is jouw award. Hier stop ik hem nog even. Oké. Okay. Want ik ga natuurlijk nog net niet verklappen wat het is. Heb je enig idee? Ik denk dat het toch wel iets is met iedereen in de maling nemen. En misschien de lolbroek of zo, denk ik. Zoiets, hè? Ik denk het wel. Zal ik hem gewoon bijhalen? Kom maar, geef de award maar. Dit is hem namelijk. Nou, omdat jij zeg maar altijd iedereen Shaki noemt. Je bent een beetje een soort van de lolbroek van de club. En je ouwe hoed met iedereen. Ben jij voor 2013 de grootste ouwe hoed van de club. Kijk, alsjeblieft. Ja. Bram, dankjewel. Goed, ik ga hem even aantrekken. Dit is de oude hoer van de club. Ik wil je feliciteren met deze award. Is goed man, dankjewel hè. En ik ben hier niet zomaar, want na de award komt altijd de challenge. Oké. En ik wil met jou even latje gaan trappen. En degene die verliest moet krom staan. En dan mogen we op kontje knallen. Durf je maar aan te gaan? Tuurlijk, daar ben ik nog altijd bij, ja tuurlijk. Jij mag beginnen man. Mag ik beginnen? Ja zeker. Maar ik vind dat we papier, steen, schaar moeten spelen. Papier, steen, schaar. Oké. Komt ie. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ik moet beginnen. Ja toch? Hey, succes hè. Dankjewel man. Op de lat, dat is die bovenste. Die bovenste? Die, okay. Ja. Die witte. Heb je geluk hoor hè. Nee. Hij schiet hem gewoon erop. Wat is dit nou weer zeg hé? Hey, 1 keer. Jezus. Dankjewel. Heb jij vanmiddag getraind? Ik heb wel getraind, ja. Maar ik 2 jaar nog niet. Maar... Nee? Ah, maakt niet uit. Zullen we het goed doen? Mooi vent, hè. Ik ga wel naar standaard. Zullen we een kontje knallen? Ja. Nou, kom op duim. Ah, kut! Lekker, hoor. Kut! De Shaak Award moet natuurlijk door. En ik hoop dat jij een oud collega had of een goede maat die de Shaak Award wel verdient. Dan ga ik toch voor Boy Waterman. Boy Waterman. Keeper van PSV. We kunnen het goed vinden. En hetzelfde met Bram, altijd humor met z'n tweeën. Oké, je mag me nu vertellen
welk award het is. Okay. Maar je mag het wel even afkondigen. Yes. Nou boy, Sjaak Award gaat richting jou. Ik ben blij dat ik jouw naam mag noemen, want je weet hoeveel lol we altijd hebben. En volgende week kijken we met z'n allen naar Boy Waterman. Dit was de Sjaak Award voor deze week. Nick van der Velde, houd hem. Hoppatee, natuurlijk AZ! Klik even op het kaartje, haal je meteen even je prijs op.